Hey, gezellig dat je luistert naar Buren van de Brandweer, de podcast. Waarin Buren van de Brandweer je meeneemt in brandende vragen en hete topics. Met Thomas, Rico, Huip en Jeroen. Hey! Ja, dames en heren, podcast nummertje 8 alweer. Oh, van seizoen 3. Ja, alweer. Dus we zitten eigenlijk wel tegen het... Tegen het einde aan te hikken, ja. Ja, met humbug. Ja, zijn we toe ook aan vakantie een beetje of niet? Want we zitten momenteel in de vakantie. We zitten middenin, hè. Dus, voor veel mensen is het een periode van vakantie. Maar voor ons niet. Wij werken gewoon door. Wij werken gewoon door. Wij zitten hier gewoon een podcast op te nemen. Nog steeds, voor jullie luisteraars en die 3 kijkers. Hoezo 3 kijkers? Nee, ik had van de week even gekeken hoeveel views we hadden, maar ik had er pas 5 minuten online staan. Dus ja, ik denk, dan valt het tegen. Nou, na 5 minuten 3 kijkers, ja, denk ik nog best dat tegen. Dat is sowieso onze moeder, denk, dat is jouw moeder. En dan nog één willekeurige andere kijker. Moeder van Jeroen en de moeder van Huip. Eén van de 4 heeft niet gekeken. Ja, mijn moeder kijkt dus altijd gewoon terug. Ja? Mijn moeder kijkt ook altijd. Ook als ze een visite thuis heeft, dan kijkt ze met een visite naar de podcast. En jouw moeder Thomas, die reageert ook meteen als hij bijvoorbeeld, ik heb 1 keer heb ik een foutje gemaakt door hem niet in de playlist te zetten. Nou, dat was gelijk een reactie. Kan hem niet vinden! Ja, we hebben gewoon een actief publiek. Een heel actief publiek. Ja, maar dus, dat vind ik ook alleen maar leuk. Zeker. Ja, alleen maar goed. Nou, dus de komende 3 kwartier gaan we weer vol Huipie gas. Huipie de host weer. Dus ik heb weer een aantal, aantal bomen gekapt om te kunnen printen. Wow. En, nieuwe ik heb ook nieuwe bomen geplant. Voor degene dan zometeen de woke. Ja? Heb ik ze ook weer geplant. Okay. Ja, nou, ik heb in jouw tuin gekeken. Daar staan weinig nee, bomen. Maar ik heb wel van die flinke hedera's. We hebben jou ooit een olijfboom gegeven, weet je dat nog? Ja, zelfs die is kapot gegaan. En wij hebben ooit een olijfboom gegeven. Nee, een bonsai hebben jullie ook gegeven aan mij. Olijfboom. Oh. We hebben toen voor zijn housewarming hebben we die olijfboom Ik hoor het al. Hoe heet dat nummer? De bonsaiboom die blijft die staan. Olijf, wat? Ja, die is dood. Ik probeer het eroverheen te praten. Ja. Heb je die olijfboom naar de klote laten gaan? Hij heeft hem een keer in de vaatwasser gezet. Of hij vond hem gewoon niet mooi. Jawel, ik vond hem wel mooi, maar hij is gewoon tijdens de... coronacrisis, heeft hij een coronatje gevallen. Ja. hij was niet in Gent, nee. Hij is gewoon tijdens de verbouwing heeft hij zich gewoon gesneuveld. Ja, sommige dingen gaan wel eens... Sommige dingen gaan zoals ze gaan. Enfin, we gaan naar het onderwerp van vandaag, want dat is studeren. Want je zou het niet zeggen, we hebben eigenlijk allemaal gestudeerd. We hebben eigenlijk een tijdje terug hebben de basisschool behandeld. En dit keer gaan we de middelbare school behandelen. Tenminste, hebben we de middelbare school ook behandeld. Mm. En nu gaan we eigenlijk over naar het hoger onderwijs. Ja. En dit is Huipje die hoogste taak om dat weer te vervullen. Je hebt je spreekbeurt weer geprint. Ik heb een spreekbeurt weer geprint. Zoals eigenlijk op school ook gebeurt natuurlijk, een spreekbeurt. Maar voordat we eigenlijk naar de... Hoe gaat dat? Het was een hublotje. Hublo. Sorry trouwens. We hebben dadelijk Bart van Dissek weer aan de telefoon. Ja. Ja. Het is de hublo, man. Maar voordat we naar het onderwerp gaan, ik wil nog 1 ding behandelen. En dat was wel een dingetje afgelopen weekend. Dat was natuurlijk de Zwarte Cross. Jeroen, want daar zijn wij afgelopen weekend geweest. We hebben een heel pretpakket mee naar huis mogen nemen. Kijk dan. Voor de luisteraars, jullie hebben hier helemaal niks aan. Nee. Ik ga ook niet uitleggen hoe dat eruit ziet. Geef hem maar even rond. Ja. Ik doe mijn spreekbeurt. En geel, joh. Zo. Ja. Ik doe mijn spreekbeurt over de Loco Arena. Dit is het shirt van de Loco Arena. Jeroen laat nu een shirt zien. Nee, dat gaat toch uitleggen. Mensen moeten eerst maar eens kijken. Voor de views, zeg maar. Voor de views. Maar we zijn dus bij de Zwarte Cross geweest. En mannen, hoe was het? Ja, was leuk. Ja, dat was een lang gekoesterde droom wel. Het was echt sowieso een hele mooie ervaring. Ik was zelf nog nooit op de cross geweest. Ik ook niet. En het is wel. Ik wist ook niet dat er een cross was. Nee, jij dacht echt gewoon. Ik dacht alleen een festival. Een muziekfest. Nee, ik wist wel dat er een cross was. Maar heel veel mensen zeggen dat. Maar daarmee de Zwarte Cross dan of zo. Ja, en omdat als je in de week daarna in je neus peutert, er alleen maar zwarte zooi uitkomt. Ja. Dat is ook de reden waarom het Zwarte Cross heet. Dat is niet normaal. Zwarte snot. Ja, zwarte snot. Kun je het beter noemen. Ja. Komt Slipknot ook? Slipknot. Maar we hebben dus, wij moesten daar draaien dus. Ja. Dat was ook dus echt op de crossbaan. Ja. Op de Loco Arena. Ja. Ik moet zeggen, wij stonden inderdaad op de Loco Arena. En dat is dus echt op de crossbaan. En bij een van de, dan heb je meerdere plekken. Want je hebt de Nozem Dome. Je hebt dan ook het echte aanroeppodium bij de finish, zeg maar. Daar stond die kleine te zingen. Oh ja, er was dus een mannetje vet. Van, ik denk 7 of 8 jaar. En die heeft 16 keer achter elkaar Heng, Heng, Heng gezongen van Boer Harm. Maar hoe van ging Boer. Dat dan, Jeroen? Nou, gewoon Heng, Heng, Heng. En dat was een heel hoog stemmetje. Dat ging daar over heel het terrein. En Heng, 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 Heng. En gewoon...
verdomme, die goed. Ja, maar dat ging alleen maar door. Irritatie in je oren. Ik dacht, het is gewoon een repeat. Maar dat was gewoon continu live. Anderhalf uur lang dat nummer te doen. En ik dacht, oh, die mag dat een keer doen of zo, weet je wel. Nee, dat is echt een legend. Maar hij heeft hij gewoon echt meer dan 10 keer achter elkaar gedaan. Dus dat was al sfeer en beleving natuurlijk ten top. En wij stonden dan bij de Loco Arena echt langs de crossbaan. En het leuke vond ik van die arena. Er stond dus letterlijk ook een arena tribune voor ons. Ja, van, een soort Colosseum was het. Want dat was het uiterlijk kenmerken van de Colosseum. Ja, en dan tijdens onze set die we daar mochten doen, kwamen ook echt de crossbrommers om je oren gevlamd. Ja. Dat was echt super gaaf. Het zand spoot nog net niet door tegen de mixer omhoog. Ja, dat was dus op het begin van onze set. Was zandhappen. Op het begin van onze set was dus 2 keer dat die motors voorbij kwamen en net dat de motors voorbij waren, dat dan de drop kwam. Alsof het zo was afgesproken. Dus en daar zijn mensen, ik stond dus wel die mensen tegen te houden. Tot ja, wacht even met passeren, het nummer is nog niet. Ze zijn bezig met een drop. Maar op het einde was dus 2 keer dat die precies op de drop, zeg maar, de motoren voorbij kwamen. Ja, die maken dan zoveel herrie dat je hoort helemaal niks. Dan komt de muziek niet doorheen, zeg maar. Maar we hadden gelukkig, je had je ineertjes in en we hadden een monitor liggen die... Die we niet konden horen. Die waar we niks van konden verstaan, inderdaad. Ik vond het al raar dat iedereen op dat podium in neerzien had. Ook de DJ's. Maar ja, was wel echt nodig. Waarom. Maar nee, een mega ervaring. Supermooi festival. En echt, het is mega groot. Dat had ik echt niet verwacht. Maar het was echt... We hebben hem met een dikke viltstift kunnen afvinken van onze bucketlist. Dat was super gaaf. Dus, het was dus na de show zijn we op het festivalterrein gegaan. Ja, en daar hebben we nog even wat cultuur gesnoven. En stof ook. Stof vooral. Snik heet, hè? Was snik heet, ja. Oh. We zaten wat echt wat plekjes van schaduw op te zoeken. Ja. Alleen, was wel gewoon was een goede experience. Ik was dan heel het weekend gebleven. Die vrijdag was het al warm, maar die zaterdag was gewoon nog 3 graden warmer. En wij zijn bij de... WC Experience gaan kijken. En die kwamen om 3 uur 's middags, even aan mijn hoofd. Ja, als je daar, die stond daar in die tent, als je 3 keer knipperde mee in de megatent. Als je daar 3 keer knipperde met je ogen, dan was je onderbroek nat van het zweet. Dat was echt niet normaal. Oké, daar gaan. Ja. Maar dan is het warm hoor. Ja. Maar je hebt wat over mijn velle papier, hè? Van het aantal. Maar bij Kees van Hond is er ook heel veel bomen zijn er gesnoeid. Ik heb er nooit zoiets meegemaakt. Ja. Maar Jeroen, vertel. Voor de mensen Kees die Kees van Hond niet kennen, er is een soort dingetje wat er omheen hangt, is dat er takken of bomen, planten of al het gerei wat je maar kan pakken, mee de tent ingaat. En Kees van Hond die kwam dus op vrijdag. Ik liep samen met Niels over het festivalterrein heen naar de Playa Exotica, heette dat volgens mij. Maar dan moest je op het festivalterrein nog een brug overlopen. En dan kwam je op een gegeven moment bij een plas water aan. Er lag een boot in, er was een silent disco op. En daar links van stond een hele grote tent. Maar Kees van Hond dus kwam optreden. Maar op heel het zwarte crossterrein zelf geen boom te bekennen. Nee. Geen takken. Dus dacht je, ja... Zunt. Je ziet de mensen al letterlijk overal inklimmen. Een handje zand meenemen, dat is ook zo waar. Ja. Ja, Niels en ik al ergens in de van de vloerkleed vandaan getrokken, kapot gescheurd. Toch iets. En toen kwamen we dus over die brug heen. En in de verte was dus naast de tent waar Kees van Hond moest optreden, een bosgebied. Dat was een bos. Nu niet meer. Echt daar bos gerooid, jongen. Daar kunnen ze nou nog een tent neerzetten. Oh. Echt, ik zweer, er was net... Ik keek in de verte en er was net van de Jungle Book, die olifanten, zeg maar. Je zag gewoon overal bomen gewoon omver vallen. Dat was echt niet normaal. Dus ik zei tegen Niels, wij moeten ook even een tak gaan zoeken. Ja, je kan niet met lege handen aankomen. Dus overleg. Toch een tak van een metertje of 5 meegenomen. En naast ons stond er dus gewoon, denk 6 van zulke boeren en die douwden een boom om met zo'n dikke stam. Gewoon met 6 douwden ze heel die boom om. En die ging ook mee in de tent. Ja, dus, ik weet nog wel paaspop dat ze bij de deur stonden van iedereen die iets mee had genomen, moest meteen inleveren. Ja, daar waren ze selectief. Deze bij de Zwarte Cross ook. Tijdens de show hadden ze dan nepbomen die zouden. Ja, bamboes. 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 Bollen de beer. Maar stonden bij de Zwarte Cross stonden ook 2 beveiligers. Dat is geen begin aan, denk ik. En die zei, nee, die mag niet mee naar binnen. Boom van de vent, natuurlijk. Ja, echt. En de takkerrie. Er was gewoon echt geen tegenhouden aan. Maar op een gegeven moment, ik denk wij stonden echt in het midden van de tent, waar je eigenlijk al niet eens naartoe kon lopen, zo druk dat het daar was.
En toen stonden we daar in het midden. En Kees van Hond, die begint dus. Je kon helemaal niks. Je stond echt helemaal vast. Iedereen met alleen maar takken in zijn handen. Je kreeg alles in je gezicht. Maar er was een of andere teringleier. Die had een bus bij met schoonmaak, schuim of weet ik veel wat het was. In ieder geval iets van... Velgenremmer. Veilige remmers. En die begon eerst in de lucht te spuiten. En dan dacht je, oh, grappig, schuim, en hoort er misschien bij. Maar toen begonnen ze dus moedwillig mensen in het gezicht spuiten. Waardoor, zeg maar, ik ook was geraakt met nog 2-3 anderen. Ja, je ziet gewoon helemaal niks. Gewoon een remmerijnier of zo. Nou, ik weet niet wat het was. Een of ander schoonmaak citronella spul. Was een spuitbus met schuim uitkwam. Gek, zeg. En ja, die kreeg ik in mijn ogen. Maar ja, en de Danine, het zusje van mijn vriendin, die stond naast mij. Die kreeg daar ook echt in de ogen. Die heeft 5 minuten met de ogen dichtgestaan in een veel te drukke tent waar je alleen maar takken in je gezicht kreeg. Dat is bad dan. Hè? Dat was op een gegeven moment zeiden we, ja, we gaan echt naar buiten, man. Want anders... Ja. Mega kut. Maar ja, voor de goeie samenvatting die, van de Zwarte Cross. Ja, zeker. Ja. Ik ben wel benieuwd, want ik weet niet waar die bomen vandaan komen. Of in ieder geval waar die uit de grond. Ja, dat snap ik. Maar ja, waarom neemt iedereen bomen mee naar Kees van Hond? Hij is ergens ontstaan, denk ik. Op derde Keesdag, denk ik. Ja. Derde Keesdag. Ja. Nou, blijkbaar is hij stamhoofd ergens van. Oh, is dat het? Ja, leuk. Nee, maar ik vind het een goede vraag. Van ja, dat we in gaan duiken. Als zijn we ook een beetje journalistiek? Ik denk dat honden, plassen vaak graag tegen een boom of een tak. Oh ja, die loopt. Dat zou ook kunnen. Kees van Hond. Ja. Ja, nou, dus, ja, daar komen we op laten terug. We dit of opzoeken. Als iemand dit weet, stuur even een bericht. We bewaren deze case voor de volgende keer. Ja. Ja. Dus nou, case of als mensen weten waar het vandaan komt, laat het even weten. Een user case. Nou, ja. Leuk. Nou, en trouwens ook nog een kleine shout-out naar Akki en Joey, Dansado en de Feestmeester. Ben ik ook op zaterdag even geweest. Lit. Na Kees van Hond, want daar kon echt niks van de Zwarte Cross overheen. Maar na Kees van Hond... Zijn we op zaterdagavond even bij Joey en Akje gaan kijken. En erg feest. En als je dan de plek 1 en 2, dan zou ik op plek 85 zou ik dan Joost Klein zetten. Yeah. Ja, want daar zijn jullie geweest. Wij zijn er niet geweest. Live gezien. Nee, want jullie waren niet weg. Huip wilde blijven tot Europapa. Europapa. Ja. En die deed hij ongeveer 30 seconden. Toen zei hij, ja nee, ik heb een versie gemaakt met natte vistik en dikke baap. En heel de natte bende. Gruwelijk nat. De tech house Google Translate generatie. Maar alhoewel, ja. Maar AI-gegenereerde track was dat volgens mij. Conclusie, wij vonden het niet heel geweldig. Nee, maar die show is gewoon... Maar terwijl fucking slecht, man. De reacties op zijn show van anderen, die zijn echt wel lovend. Die vonden het echt gewoon, wauw, dit was geweldig. Ik denk dat die man oprecht in staat is om een hele mooie, vette show neer te zetten met zijn liedjes. En of dan kun je zeggen, ik ben fan van zijn muziek, ja of nee, dat kun je. Maar je kunt daar een professionele, vette show neerzetten. Ja. En dit is gewoon, hij moet overal tegenaan schoppen. Ja, een beetje rebels was het. Ik denk dat hij alleen maar heel de dag roept... Ja, mensen snappen mij toch niet. Ja, maar dat... Ja, want hij, het was een beetje freewheelen. Op een gegeven moment moesten ze steeds mensen de muziek uitzetten. Ja. Dan ging die plaatjes draaien op het einde. What the fuck, man. Ja. Ik snapte er niet veel van. En het was ik zelf ook niet. Maar er waren wel lovende reacties online. Dat ze zeiden van, nou, een goede set. En, ja, Weird Duck of... Ik vond het ook persoonlijk wel tegenvallen. Hebben we al backstage wel even gezien. Huip en ik hebben onze de main artist van de Zwarte Cross, Arend-Jan Boekenstein. Arend-Jan. Huip wilde op de foto. Ja, dat durf ik daar niet. Backstage. Ja. Die gaat niet backstage en iemand op de foto vragen. Nee, dat kan niet. Die geschreven staat, dat kan wel. Ja? Kan wel. Maar ja, dat had ik echt moeten doen. Want dat is echt een legend. Thomas is een legend, hè? Is een legend. Jullie legend. Dat is een wereldverbeteraar, een wereldveranderaar, noem ik hem ook wel. Hij is gewoon een geopolitiek briljant. Ja, maar zullen we een keer uitnodigen? Kunnen we doen, ja. Ik denk niet dat hij komt. Denk ik ook niet. Enfin, de volgende. Hij mag wel in mijn plaats, hoor. Als het over politiek gaat. Ja. Dan gaan wij samen even koffie drinken. Ja. Hoe heet die andere? De Wijk? De Wijk. Rob de Wijk. Maar Rob de Wijk de moet misschien... Nee, dat is... Rob de Wijk. Hou die boekenwurm en de wijkagent hier naartoe. En dan gaan Kees rolt erop de wijk en daar heeft jouw boeken staan. Ik denk dat het een combi is. Het is wel een mooie titel voor de podcast nu. Ja, je mag maar 60 tekens clickbaits. Oh. Trouwens, over foto's gesproken. Afgelopen woensdag heb ik ook een wel van mijn dieptepunten meegemaakt. Ik stond met... we hadden Flugel Horeca. Avond. Tilburgs kermis. Erg gezellig. Ik stond met Arjan van Flugel te praten. En we waren elkaar een beetje aan het kutten. En... precies op dat moment komt er dus
twee vrouwtjes aangelopen. Echt één hele knappe. En die vraagt aan mij, mag ik alsjeblieft met jou op de foto? Yeah. Dus ik kijk Arjan aan en ik zeg, oh, dat mag wel. Ja, gelijk, Mijn vader vindt jou zo leuk. Arjan lachen natuurlijk. Kapot. Arjan die ging helemaal stuk. Die heeft heel de avond alleen maar dingen. Maar dat Arjan daar ook bij is, dat, ja, 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 dat is alweer mooi. De rest van je leven ga je dan. Die meldt daar totaal niet uit. Arjan die heeft heel de avond staan. Hé, ik vind jou zo vet. Mag ik even jou de foto? Voor mijn vader, niet voor mij, hè, voor mijn vader. Voor mijn vader. Ja, ik stond laatst, moest ik heel even met ons paar open neer naar de Lidl om een zaagmachine te kopen. Dus ik sta daar met die doos in mijn hand bij de zelfscankassa, weet je wel. Die zelfscankassa bij de Lidl. Daar, ook een dramatisch. Systemen. Zijn heel klein, heb ik gehoord. Nee, maar je moet alles in die weegschaal tieven. Maar ja, als ik 40 dozen wijn ga halen en 8 kratten bier, die kan er niet in die weegschaal. Dat is gewoon jouw weekboodschap, hè? Ja, dat is heel gebruikelijk. Zo'n kleine bevoorrading van het keuteltje. Ik hoor niet schets. Wekelijkse bevoorrading. Erg Ik sta daar met die grote doos in mijn klauwen en mag ik even op de foto? Weet je, ja, vind ik het niet erg. Maar ja, met die doos. Moet dan met die zaagmachine en mijn vader. Dus als pa, die moest alweer lachen. Ik ben benieuwd naar die foto. Ja, die heeft een foto van mij in mijn werkkleren, mijn haren niet gedaan, met een zaagmachine. Super. Dat is leuk, hè? Jij doet alles voor de fans, hè? Mijn vader zei al van, ik kan godverdomme niet eens meer met mijn zoon naar de Lidl. Dat moet niet van gekke worden, hoor. Maar even terugkomend, we zijn dus naar de Jupiler Bierhal gegaan. Ja. En we hebben vorig jaar... Het Jupiler Bierhalplein. We hebben een keer in de Bierhal een podcastje opgenomen. Ja, dat was vorig jaar. Vorig jaar op kermis. Zo een jaar geleden, ja. En dit jaar waren we ook bij Kermis FM. Ja, want we hebben een diepte interview gehad, Thomas. Hoe ging dat interview? Hoe diep ging je? Ja, was echt diep. Ja? Ja, heel diep. Ze had 5 minuten van tevoren opgezocht wie wij nou eigenlijk waren. We wisten niet wie we waren. Ze had wel ergens gelezen dat wij ook nog werkten. Want dat probeerden ze ook nog een vraag. Ja, nee, daar komt de contactpersoon die zei van, ja, ik kan niet in de komen, want we moeten nog werken, vertelde ik. Dus. Had zij fulltime baan uitgetrokken of zo? Maar zij kwam met Amsterdam en ze zei, dan zullen jullie vast niet optreden. Wij zijn ooit op 11:11 midden in de nacht naar Amsterdam gereden. Ja. Nooit aangekomen. Nee. Alle wielen flikkerden van de bus, maar anders waren we er geweest. Op een driewielen kunnen niet aankomen. Nee, maar dat was dus. Ik kreeg een interview met Kermis FM. Alvorens we naar de Jupiler Bierhal al gingen. Maar dat was een goed interview. Ja, een interview. Die dame kende ons gewoon niet. Nee. Dus, hij zat letterlijk 5 minuten van tevoren opgezocht. Ja, en dan is het goed om een Wikipedia-pagina te hebben, maar die hebben wij dus niet. Dus bij deze wil ik de oproep doen voor onze luisteraars. Want wij kunnen natuurlijk zelf niet onze eigen Wikipedia maken. Ja, dat zal heel raar zijn, toch? Nee, heb ik al eens geprobeerd. Ja. Je hebt meerdere pagina's. Dus ik zou willen vragen of iemand gewoon een Wikipedia'tje voor ons kan maken. Wij willen gerust dan wat informatie opsturen, toch? Ja, ik wil daar best wel meedenken. Je moet niet aan ChatGPT vragen wie zijn buren van de brand. Dan krijg je hele rare teksten. Allemaal liedjes die we helemaal niet hebben gemaakt en zo. Dat moet je dus niet doen. Maar gewoon uit het bolle hoofdje. Nou, Pilsje voor de Vat is weg. Nee, die is weer terug. Is hij weer terug? Ja, klopt. Maar het over de muziek op Spotify. Ja, het is vakantieperiode. Pilsjes worden soms... Pils voor de Vat track gaat soms van Spotify... of die wordt gemerged met een andere track. Ja, bij Spotify hebben ze hele grote problemen... met AI-generated content. Maar dat is toch die bezuiniging op Spotify. Want ik hoorde dat Spotify als een activiteit in Nederland... een beetje on hold zet gewoon. Het loopt gewoon goed. Het loopt gewoon goed. Dus ze hebben nu gezegd van laten we het gewoon zo keep houden. The subscribers. Ja, keep the subscribers. En earn the money. Ja, dus dat. Strategisch harken is het eigenlijk gewoon. Ja, dat komt wel meer. Don't pay out bad people. Dat is ook nog een slogan van hun, heb ik gehoord. Oh. Oké, duidelijk. Maar ik wil eigenlijk wel een beetje doorgaan naar het onderwerp. Maar, muziek. Maar eerst even van de vorige aflevering. We hebben nog wat rectificaties. Hebben we wat we recht zetten? Of hebben we iets? Ja. Als ik het heb over dat soort dingen, dan zijn het erectificaties. Ja. Dus een combinatie van een erectie. En het rectum. Oh. Ja. En een efficatie. Maar willen we nergens op terugkomen? Ik heb iemand die wel ergens op wil terugkomen. Ja, dat zal natuurlijk alweer. Dus, maar hebben nou, laten we die eerst iets aanhoren. Dan hebben we weer iemand tegen de schenen geschopt. Ja, dat zal alweer. Want zoals je weet, je kan ons bellen via een nummer. Of je kan ons appen via een nummer. 0612193262. Klopt. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Dus dan mogen uit die 1000 inzendingen kiezen we wel. We maken wel een selectie, anders heb je moeten wel een soort kanttekening. En we horen heel veel berichten gestuurd, maar die zien we vaak pas later. Want ik zag ook een gemiste oproep en zo. Ja, wij hebben niet 24/7 die telefoon daar gaan we wel naar streven. Ja, daar wel. Maar daarom wordt gewoon jouw taak. Daarom wil ik maar we moeten wel een ander telefoontje, want deze is na een half uur is hij leeg. Ja, dat is gewoon mijn oude telefoon.
gevonden, dan flikker hem weg op de nieuwe. Maar wat ik wil zeggen, stuur anders als wij niet bereikbaar zijn, kun je wel gewoon even je voice memo of zo, weet je wel. Dan ja, kunnen we het altijd terug luisteren. Voice memo sowieso of de voicemail inspreken. Mag ook, maar ook super. Ja, dan kunnen wij het altijd nog terugluisteren. Dat moet je niet doen, want zit geen bel te goed op je telefoon. Kost ons geld. We kunnen het voicemail. Ja, wij gaan ook geen geld aan investeren. Nee, we hebben daar gewoon geen budget eigenlijk voor. Eigenlijk gaan we ook geen geld aan de nieuwe telefoon, vind ik. Nee, ja, flikker maar op. Maar laten we even doorgaan naar het bericht. Ja, happy host. Dus we hebben een telefoontje en we hebben van iemand binnengekregen. En ik ga hem nu instarten. Hebben we een nieuw telefoontje binnengekregen? Hey, mannen van de buren van de brandweer. Hier Paul van Paul's Beukplace, a.k.a. Paul Tjernooy. Allereerst een rectificatie, zoals jullie dat noemen. Mijn excuses, Yvonne, ik had je moeten herkennen natuurlijk. En ook gewoon even met je moeten kletsen. Jeroen, kleine ginger, ik hou ook van jou, vriend. Ja, Jeroen, we hebben je gehoord. Ik moest er ook nog een erectificatie. Trouwens, de eerste die erectificatie goed zegt. Ja. Dus, maar nee, hij zei rectificatie. Ja, maar ook. Ja. Maar. Dan krijgt hij gisteren even lul, ook goed. Nee. Maar dat is een trouwe luisteraar overigens. Ja, ja. Want het maakt gretig gebruik van dit nummer. Dus, Dus dank je wel daarvoor. Erectificatie daarop doen. Want Yvonne zei dat ik het net had afgeschilderd alsof zij boos was en zo. Boos was en dat hij haar nog maar had moeten kennen. Nou, ben ik er natuurlijk een beetje. Heb ik er zelf van gemaakt. Oh. Ja, het moet wel een beetje aanpappen. Nee, een beetje. Maar Paul die komt natuurlijk wel regelmatig in Bar Dancing de Keutel. En dan is het natuurlijk ook al laat. Dus ik kan me voorstellen dat hij het gewoon allemaal even niet meer goed kon zien. Weet ja, het zijn meerdere factoren die dat hebben bepaald. Ja. Nee, maar dit was denk ik de... Maar ze zal er blij mee zijn. Ja? Ik zal en weet je wat mooi is? Kijk, ik zei dat de vorige keer over Paultje. Maar je hebt sommige mensen, daar kun je gewoon zeg maar alles tegen zeggen. En die mogen ook alles terug zeggen. En Paul is zo'n gast, daar kun je alles tegen zeggen. Maar die zal ook altijd zeg maar... Die zal niet zomaar zijn bek houden. Dan krijg je ook gewoon... Tot het moment dat hij bij jou een keer je microfoon dichtzet waar je op podium staat. Dat kan niet, hè? Waar komt dit vandaan? Ja. Dan staat er op de trein, doet de microfoon in één keer niet meer. Dan denk ik, zal hem eens terugpakken, die Jeroen. Wat is dat gebeurd? Nee, dat doet Paul. Oh, hij schrok al, Thomas. Ja, hier komen nou de mannen in de wereld. Hij heeft nu al gebeld. Maar misschien wel dat hij zegt, ja, jullie krijgen geen pils meer. Ja, dat zou ik nog veel erger vinden. Inderdaad. Dan krijgt hij bij mij in de keutel ook geen bier meer. Dan overleeft hij niet. Zet die microfoon maar af, maar wel een bier hier. Dan overleeft hij niet, hoor, als iemand ons geen bier geeft. Oké, gezien de tijd gaan we meteen door. Want we kunnen heel boekenwerk, jongens. Ja. Er is toch wat nieuwsberichten gepasseerd afgelopen week. Oh. Dan wil ik toch even doornemen. Is het een politiek blokje? Nee, zijn Bollo de Beer en Koos Kanijn uit elkaar? Ja, hoe zit dat, Tom? Heb je daar een nieuwe update van? Ja, of niet? Mijn moeder heeft nog een striptekening gestuurd. Maar die kan ik nou niet voorlezen, want mijn telefoon wordt gebruikt om beelden van mezelf te schieten. Ja, het zijn toch die keuzes. Het zijn bepaalde dingen die... Ja, wel belangrijk. Wil je jezelf filmen? Of wil je... Informatief, inhoudelijk iets toevoegen aan het programma. Volgende keer misschien. Maar die beelden krijgen we nooit te zien. Die zijn echt puur voor jezelf. Ja, dat is echt voor mijn eigen... puur voor eigen gebruik. Ja, oké. Maar de eerste nieuwsbericht. Ik werd er een beetje... Ja, week van, want 19 juli, toen was er een grote computerstoring. Oh door, ja, Microsoft. Ze begonnen de heading of de krantenkop met Microsoft ligt plat. Heel gevaarlijk, want als je dat claimt, Microsoft, te groot. Het was een leverancier. Maar het was een leverancier van Microsoft. En daar is dus een beveiligingssysteem uit Amerika... En die legde verschillende soorten systemen plat, waaronder enkele stations, enkele luchthavens, enkele ziekenhuizen. Dus het was wel een dingetje. Hebben jullie zelf hinder ervaren dat je bij een winkel stond dat iets uitlag? Of zeg je van, ik heb er helemaal niks van meegekregen? De spermabank, maar lag ook plat. Lag je plat? Ja. Lag je plat bij de spermabank? Nu heb je platjes. Nee, ik heb wel iets van gehoord, maar niks meegemaakt. En ik heb vooral heel veel reacties gehoord van, dan moeten ze maar een Mac kopen. Daar heb ik maar, het is dus niks met Microsoft geweest eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. Alle systemen die automatisch geüpdate worden door dat beveiligingspakket. Ja, dat is problematisch natuurlijk. Ik heb wel een illustratie gezien van het vliegverkeer wat die dag wel... Klopt. Dus dat heeft ook weer... Er waren heel veel van die... Hoe noem je die Greenpeace units? Die ja, zo. Van, die heet activisten. Ook, activisten, ja. Die dat dan maar in één keer... Units, activisten. Je noemt mensen units. Greenpeace units. De die, weet je wel. En die gaan dan dadelijk... In de wegen is dan te blokkeren. Die waren er dan weer wel... vonden het wel heel prettig dat het dan een keer minder vliegverkeer was. Greta. Greta Thunberg. Greta.
Iemand die niet naar Kees van Holt komt in ieder geval. Ja. Nee. Maar, dus ja, dat... Hij zei de zes bomen voor terugplant. Ja, hey, maar het was... daar moet je protesteren. Ja. Zo zijn wij wel eens een keer op een van de scouting een festivaletje geweest. Toen kwam Kees van Holt ook. Dus wij stonden er ook allemaal bomen uit de grond te trekken. Toen kwam hij voorbij en zei... Zit jij nou bij de scouting? Ja, dat klopt, maar ik moet ook naar Kees van Holt. Ik heb gewoon een haakje zien. Ja, ik weet wat ik doe. Maar dat is... Maar het was wel een dingetje dus. Want er was, hadden ja, een test... Een nou, testsoftware hadden ze online gezet. Of tenminste naar alle computers gestuurd. En ze hebben gewoon een moment gedacht van, we moeten elke computer moeten individueel opnieuw opstarten en een nieuwe dingen bij doen. Dus het was wel echt een paniekmomentje. Wel een, nou, en een groot risico, denk ik. Er zijn geen dooien gevallen, maar als je al met zoiets een best wel een groot systeem plat kan gooien. Zijn er geen dooien gevallen? Risico van dat digitalisering. Ja, dan merk je dat er eigenlijk één bedrijf gewoon kan wel een halve wereld plat leggen. Een halve wereld plat kan leggen. Heftig hoor. Dus ik vond het wel een dingetje. Maar al internet, alles plat, de keutel blijft gewoon draaien. Ja, hey. Ja, want jullie zitten, jij doet alles gewoon uit het kastboekje, toch? Moeten misschien nog een keer een noodvoorziening qua stroom doen, maar dan zijn we er wel. Dat het bier kan blijven. Ook wel zonder kunnen. Oh, nee joh. Mijn probleem hoor. Een paar kaarsen, bodonootjes. En een kaasplankje. Dat is ook gezellig hoor. Ja, lekker. Nou, we blijven in Amerika, want onze Joe Biden... Dat meen je niet. Oh. Joe Biden, ja, die heeft aangekondigd om geen president te worden van de Verenigde dat Staten. Dat meen je niet! En vind je het een goede keuze van meneer Bidon? Heel goed. Ja, ik denk... Leeftijdstechnisch gezien? Nou, leeftijd maakt in principe niet zoveel uit. Nee? Nee. Hoeft niet per se uit als te maken. Als hij niet incontinent zou zijn, zou die nog makkelijk premier kunnen worden. Ja, precies. Moet jij zeggen... Jij kunt dus nu premier worden. Maar Jeroen, heb je ook, die was te makkelijk. Ja, was te makkelijk. Heb jij ook wel eens een ongelukje? Nee, nee. Maar Jeroen, je was net met je... Ja, vind je het goede keuze? Ik zeg al, ik denk dat leeftijd niet zoveel uitmaakt. Maar hij is gewoon mentaal in zijn speeches of gesprekken. Je ziet gewoon dat die man soms de weg kwijt is. Ja. En ik denk niet dat als je president bent van Amerika, dat je zo zeg maar kan ogen. Klopt. En een nieuwe keuze, Kamala Harris. Ja, super. Ik vind dat super hoor. Ja, Harris. Harris. Zorg voor Harris. Het feest, jongen. Ja. Kamala Harris. Nee, ik vind het een goede keuze. Zeker voor de... Oh, we gaan door, hoor ik net. De laatste. Ik ga nog even vluchten met jullie, want er is een nieuwe COVID-variant. Oh. Ja, die heb ik al gehad. Die heb je al gehad? Ja. Ja. Van de vorige beter. Oh. Ik heb gehoord dat je naar één continent van raakt. Voor een hele korte periode. Daar heb jij niet last van. Nee, maar er is een nieuwe variant, de vluchtvariant. En die heerst gewoon in deze zomerperiode. Dus als jij even koud bent of iets trekjes hebt, dan laat je vooral testen. Hmm. Hij is minder gevaarlijk. Doe mensen nog testen uit? Ja, ik heb het wel. Zeker. Ja, zeker. Hmm. Oké. Okay. Ja, je ziet soms echt wel dat mensen zeggen van ik heb corona, ik blijf thuis. Ik mis het niet hoor, dat ding door je neus. We hadden toevallig... Maar die ging echt diep, hoor. Ja, maar waarom twijfelde je dat je dat miste? Thuis gaat hij nog veel dieper, moet je zeggen. Toch twee neusgaten. Maar, dat wou ik zeggen, die mondkapjes dingen. Want wij zaten van de week over onze vakantie te bakkeleien. En toen zijn wij in de corona naar Bali gegaan. Toen moesten we dus 14 uur zo'n mondkapje op hebben in het vliegtuig. Dat mis ik niet, zeg maar. Nee, dat is... Dat was echt verschrikkelijk, maar... Nee, zeker als je uit je bek stinkt, zeg kut. Zo, dat heb ik nogal regelmatig, dus... Oké, okay, dan sluit ik daarmee af. Nou, de vluchtvariant, dus let erop. Gaat vlug, de kijkers en luisteraars. Heel snel. Genoeg eigenlijk nieuws verteld, denk ik. Maar we gaan over naar het onderwerp eindelijk. We zijn halverwege de podcast. Oh, joh. Oh, we hebben nog 10 minuten. Dan lopen we voor op schema. Ja, we hebben nog 10 minuten. Dat gaat al goed. Zoals ik al vertelde, bij de basisschool, middelbare school, dan gaan nu het hoger onderwijs. We hebben eigenlijk allemaal een studie gedaan. Die heeft ons wel mede gevormd tegen Buren van de Brandweer. Want in die tijd is eigenlijk Buren van de Brandweer... Is het begonnen? Ja. Tijdens dat ik dus studeerde. Ja. Dus eigenlijk wel een belangrijke periode geweest voor ons allemaal. En omdat ik meteen me af te trappen, heb ik een vraagje. Van een van een kijkersvraag. Ja, kijkt hij ook? Hij kijkt ook. Dat is een van die vijf kijkers. Oh, zeg maar. Super. Daar word ik helemaal vrolijk van. En daarmee wil ik eigenlijk wel aftrappen. Dus, Yo, mannen. Jorren hier vanuit de zonnige Toscane. Ja, ik kan je zeggen, hier kom je er echt achter hoe mooi het leven is. En ik denk dan altijd nog wel snel terug aan die mooie studententijd. Die ik uiteraard samen met jullie heb mogen beleven. En ik weet heel goed welke studie dat jullie gevolgd hebben. Of vooral ook niet gevolgd hebben. Want volgens mij zijn jullie vaker bij mij op de bank wakker geworden in Tilburg dan in jullie eigen bed. Of, nou ja, dat wakker worden was in het algemeen eigenlijk wel een uitdaging. Maar
Ondertussen zijn jullie uiteraard een stuk ouder en wijzer. En zo vroeg ik me eigenlijk af, met de kennis van nu, bij welk vak zouden jullie dan graag iets beter opgelet hebben, omdat het goed verpas komt in jullie huidige artiestenbestaan? Nou, ik hoor het graag. En tot snelle, mannen. Heeft hij net iets gestolen in de winkel of zijn het Nee, Joren was lekker op vakantie. En die kreeg vergeten af te rekenen. Was er aan de hand. Die zat in de caravan. Die kreeg die kutspullen niet bij die Lidl in die zelfscan. Ja. Die is gewoon doorgelopen. Of er zat iets tussen de krekels. Heftig hoor, trouwens. Nee, waren er krekels? Ja, waren de krekels van de krekels, zei dan. Nou, dat is verschrikkelijk. Nee, maar Joren zit dus rustig op vakantie. Ja, zit lekker rustig bij te komen. Nee, als ze vriendin is het ergens niet mee. Dat kan natuurlijk. Ik weet niet wat je loopt heel dag zo, op vakantie. Ik heb continu zo'n piep in mijn Maar dat was dus Joren. Titanus. Maar Joren heeft dus eigenlijk op het begin van de periode van Buren van de Brand was hij onze tourmanager. Ja, steun en toeverlaat. En nog steeds trouwens. Zeker. En dus als je een vak, zeg maar, mogen opnoemen of een studie, wat is dan belangrijk geweest? Zeker in wat we nu doen. Waar je dus meer had willen opletten. Ja. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik had wel meer in het vastgoed willen zitten. Dan had ik niet een keer bij hem op de bank wakker hoeven te worden. Had ik wel zelf iets geregeld. Bar dancing. Goeie vraag. Wat had ik dan anders gedaan? Meer event gerelateerd. Je hebt een beetje een eventopleiding gedaan. Ja. Had ik ook wel willen doen, denk ik. Alleen jij hebt een stukje commercie gedaan, toch? Ja, klopt. Ja. Ik heb eerst communicatie. Oh ja. Gedaan richting International Event Music and Entertainment Studies. En jou zijn we nu internationaal gaan ook. Ja, België komt door mij. Oostenrijk. Texel. Luxemburg. Anders hadden we er geen kaas van gegeten. Limburg. En toen heb ik daarna de switch gemaakt naar commerciële economie. Ja. Maar ja, als er echt een vak is waar ik... Ja, ik denk dat ik bij alle vakken beter op had moeten letten. Gewoon in zijn algemeenheid. Ja. Nou, als ik van Thomas mij mag spreken, misschien wiskunde of zo. Of administratie of algemeen. Ik weet wel dat statistiek vond ik eigenlijk heel interessant. Toen heb ik eerst, en dat is eigenlijk een van de weinige vakken die ik heb moeten herkansen. Want toen had ik een project, dat had ik bedacht dat ik het causaal verband ging onderzoeken tussen dat Nederland een van de meest individualistische landen is van de wereld, maar wel met het hoogste percentage vrijwilligers. En of daar een verband in zat, ja of nee. Nou, dat was een best complex vraagstuk. Dus daar heb ik even iets simpeler moeten maken. Maar we hebben uiteindelijk wel daar onderzoek gedaan. Hoeveel mensen in Nederland hebben een fiets? Nou, was daar is er een verband tussen dat er heel veel fietspaden zijn en heel veel fietsen? Fietspaarden? Fietspaden. Oh. Hoeveel paarden in Nederland kunnen fietsen? Ja, zoiets, ja. Nee. En heeft er iets te maken met hoeveel fietsen dan in Nederland hebben? Ja. Er zit daar dan een verband mee. Dus ik ken heel veel loon. Ik zeg, ik kan heel paarden fietsen. Hij zei, nee. Ik zeg, nou, dan zijn we. Doe maar miertje. Oké. Nee. Maar, dus statistiek. Statistiek, ja? En dat heette toen nog Web 2.0, Web 3.0. Maar gewoon online marketing, zeg maar. Die funnels bouwen en zo. Dat had ik nou wel iets beter. Dat klopt, Daar kregen wij toen wel. Dat was wel maar dat was toen wel heel dun, hoor. Nog. Ja, dat klopt. Ja. Ik was toen ook nog heel ook nog even altijd. Ik had misschien wel beter. Inderdaad, in het algemeen zijn er natuurlijk heel veel dingen die waarvan je later pas denkt. Oh ja, dat is eigenlijk wel handig om dat toch wel op zak te hebben. Zeg. Flitsmaster. Kennis. Oh, ja. bij mij wel, persoonlijk gezien. Maar economie vind ik wel iets. Daar had ik misschien ook wel even net wel meer uit kunnen halen dan dat ik daar nu de kennis van heb. Zeg maar. Vooral ook. Inhoudelijk als het zakelijk gedeelte met grootboeken en dingen. En ging het daar heel veel over op school. Had je toen scheid aan en nu zou het anders zijn. Ja, precies dat. Dus ja. Dat. Oké, nice. Maar voordat we eigenlijk, want die vraag is beantwoord, maar er zit nog een vraag van vooraf. Je komt van de middelbare school, je moet dus een keuze maken. Je had toen die tijd zo'n decaangesprek. Moest je in een kamertje, of ik weet niet of je het wel hebben gehad. Ging je met een van de docenten op school, ging je dan een kamertje en zeggen van, wat wil je nu doen, Huip? Waar zijn je kansen? Wat wil je doen? Daar moest je al aangeven welke richting je moet kiezen eigenlijk. Ja. Ja. Kies maar een kant. Huip. Hoe hebben jullie eigenlijk je keuze gemaakt van daadwerkelijk in welke studie je dan hebt gedaan? Wist je dat heel lang? Of heb je echt dat decaangesprek op school is dat leidend geweest? Of hoe zit dat bij jullie, Jeroentje? Waarom ben jij event, business, blablabla gaan studeren? Ja, omdat daar sowieso wel altijd al mijn
interesse en passie lag. En terwijl ik die studie begon, daar was ik net twee jaar, denk ik, of drie jaar. En toen kwam dus in één keer Buren van de Brandweer. Ik wilde sowieso altijd iets richting de evenementen doen. En of dat dan zeg maar echt in een organisatie/productie was of juist meer daaromheen. Dat maakte er niet zoveel uit. Maar ja, tijdens de studie kwam Buren van de Brandweer. En toen was het voor mij in één keer, ja, dan kan je niet ook nog eens, zeg maar, als wij in de weekenden allemaal op pad zijn. Want al de puzzelstukjes vallen bij elkaar. Ja. Oh, of juist niet? Ja. Nee, juist niet, want... Oh ja, zo. Ja, maar ja, dit was international music en entertainment. Je zit nu in de muziek en entertainment. Ja, dat klopt. Dat is ook precies wat ik wil. Ja. Alleen, om daar nog eens een baan, zeg maar, bij te pakken... In hetzelfde vakgebied. In hetzelfde vakgebied, dat is niet heel erg handig. That doesn't work out. Nope, that's too much. Dus vandaar dat ik toen... mijn studie heb ik wel gewoon afgerond. Maar een echte baan erin ben ik me nooit op gaan focussen. Maar, omdat we dit al deden. Dus precies wat ik wilde doen. Alleen... Ja. Doe je er nu in deze maar dat willen doen, ik heb je dus gewoon uit eigen initiatieven of gewoon, hoe moet ik het zien dan? Ja, dus of deed iemand dat? Of in jouw nee, ja, uit eigen initiatief. Ik ben me gewoon een beetje gaan oriënteren. Ik zat of richting iets met de cijfertjes doen. Bij mij ging bijvoorbeeld net als... management en organisatie en inderdaad met kansengrootboeken dingen. Tijdens de studie ging dat allemaal vrij makkelijk. Daar zou ik misschien nog wel extra tijd aan willen hebben gespendeerd. Want ik ben kunnen heel snel. Ook, kunnen wij ook weer. Ja, dat hebben we allemaal iets aan. Want ik ben heel makkelijk en snel met rekenen. Daar kun je op rekenen. Jeroen is berekenend. Ja. Huip keer Thomas. Gedeelte Rico. Ja, dat is de perfecte formule. De wortel van Rico. Dat is de perfecte formule. Ik ben de wortel. Ja. Maar de keuze voor deze opleiding heeft er niks mee te maken dat die nogal behoorlijk veel feesten hadden intern in de opleiding en zo. Nee, helemaal. Dan stond de opleiding wel een beetje onbekend, toch? Nou, er viel op zich nog wel mee, hoor. We hebben wel één keer... goed gefeest. We hebben wel goede feestjes meegemaakt, ja. We hebben... Toen was nog de powerbank... stands die je nou overal hebt. Dat was toen van onze probeersel. Ja, ja. Wij hebben toen uit China hebben iets van 1000 van die powerbanks laten komen. En daar hebben een test meegedraaid op festival. Hey, zijn mensen zien er zitten om een powerbank mee te nemen. Ja, maar dat was echt een business case. Hè? Dan om op te zetten en dat te testen. Ja. En dat was... en het jaar daarna hebben ze daar van ons overgenomen. En hebben ze daar geïmplementeerd. En toen kon je dus met dat project een weekend op een festival gaan staan. Ja, we hebben Paaspop gestaan. En heel veel gewerkt, weinig geslapen. Ja, precies. En Rico, ja, ik dacht, ik wil om een uur of negen een powerbankje bij jou komen bestellen. Dat was die ochtend, inderdaad. Ja. Toen moest ik om 8:30 gaan werken. Om powerbanks te gaan verkopen. Ik ging om 7:30 ochtends naar bed. Dus ik heb toch zeker 3 kwartier geslapen. Dus jij 8:30 uit je bed? 8:30 bed en ik kom daar die tent binnen. En ik zeg tegen die maat van mij waar ik mee moest gaan werken om 8:30. Ik zeg, kijk, hier is nog volle bak feest. En dan staat er een met zijn blote hol tegen het raam aan te dansen. Zonder gast met zijn blote kont allemaal tegen het raam aan te schuren. Lange, lelijke gast. Ja. Dus ik stap naar binnen. Zie ik Thomas Brinkmans aan. Brinkmans met zijn blote hol. Ja, ik al 24 uur aan het feesten. En hij zegt, wat doe jij hier? Ik zeg, wat doe jij hier? Het is 8:30. Oh, dan ga ik maar eens naar bed. Dat was een mooi moment. Dat was een heel mooi moment, ja. Het was ook puur genot dat we elkaar daar tegenkwamen op dat moment. Anders zou ik nou nog staan, denk ik. Ja, als jij niet had gezegd, ga eens naar bed. Dat die tent nou bouwen feesten daar. Dat betreft ook niks veranderd. Nee, en toen had je geen luier om. Dat was ook voor jouw incontinentieperiode. Voor corona. Oké, maar Rico, hoe zit het bij jou na jouw middelbare school? Ik had echt waarom je keuze hebt al geen idee. En middelbare school of na je middelbare school moest je keuze middelbare maken. Dan ga je inderdaad de richting in waarvoor je denkt dat het leuk lijkt. En ik heb eerst MBO HBO gedaan, dus ik heb eerst MBO studie gedaan. Dat heb ik puur gedaan want er waren zoveel praktisch ingerichte MBO studies. Had ik eerst gekozen wat ik leuk vond om te doen. Dat was toen MBO prostitutie. In de verdiep van personen en zo had ik dan erg verwikkeld. Maar was dat MBO 2 of 3 van prostitutie? Nee, we begonnen bij 3. Ja, dat is mee aan halen. Denk wat je per uur kan verdienen uiteindelijk.
Ja, toen had ik toch beter bij die economie op moeten letten dan. Ja, dus of de tippelzone, of de light of de bordelen. Maar Rico. Daarna is gedaan wat ik leuk vond. En kon ik dan mbo afronden. Maar toen ben ik geswitcht van opleiding. Want toen bleek eigenlijk door een stageperiode dat ik daar helemaal niet vet vond. In ieder geval niet. Wat Sound Division toch? Ik had Sound Division. En toen bij een lichte geluidsbedrijf gewerkt. Waar was allemaal niet zo lekker afstand en zo. En daarin was natuurlijk nachtwerk breken, onregelmatige tijden en noem maar op. En dat was daar heel erg. En daar kon ik, vond ik niet vet. Daar kwam ik gewoon achter tijdens mijn stageperiode. Maar ik vond de evenementenindustrie, de wereld wel leuk. Gewoon interessant en in de entertainment en zo. Niet de mensen entertainment, maar gewoon evenementen aan zich. Dus dan ben ik vrije tijdsmanagement gaan studeren. Dan ben je toch een beetje in die hoek bezig. Dat heb ik afgerond. En daarna zou ik, ja, was ik daarmee klaar, ben ik even gaan werken. Denk ik. Nee, toen ben ik toen had je natuurlijk heel veel vrije tijd gemanaged. Ja, heb ik heel veel vrije tijd gemanaged. Ja. Dan moet ook wel een beetje gewerkt. Nee, toen wou ik wel nog doorpakken naar een hbo-studie. En daar heb ik puur mijn eigen aan laten praten op een verjaardag. En toen zou technische bedrijfskunde wel een hele goede... Meteen ook even een pittig. Dat biedt wel kansen voor banen. Dus interessant. Dus daar ben ik aan begonnen. Maar dat was niet de juiste persoon, de juiste plek, op de juiste tijd. Dat was inderdaad een hele pittige opleiding. En dan kwam ik gewoon niet eens door de... propedeuse, hoe zeg je dat? Ja, P-A. Was veel te heavy voor mij. Kon ik ook helemaal niet handelen. En toen ben ik gaan werken. En wel zo van, dan ga maar gewoon werken. En dan ga maar even nadenken wat je in de toekomst wil doen. Een tussenjaartje. Een tussenjaartje gedaan, ja. En daarna... Heel populair op dit moment. Waar ik werkte, daar is toen failliet gegaan, opgeheven. En toen heb ik nog een studie in België gedaan. Ja. Een geel, toch? Geel, ja. Nee, twee plekken waren het, toch? Ja, begon een turnout. Turnout, ja. En dat was eigenlijk wel qua afstand net te doen. Maar hoe kom je daar terecht dan? Gewoon? Er zit een hele goede school. Ja, de scholing is wel goed. En ook wel iets goedkoper als in Nederland. Maar gewoon goed aangeschreven studies. En de manier van studeren is daar wat meer openlijk of zo. En dat was gewoon was ook een leuke opleiding als projectmanagement. Dus dat is een beetje algemeen met van alles en nog waar. Dat vond ik eigenlijk ook heel leuk. Alleen die opleiding die verplaatste zich in de tijd dat ik daar zat van turnout naar geel. Maar daar zat nog wel gewoon even een dik uur meer verder reistijd. Rijden, ja. Ja, dat werd natuurlijk wel steeds pittiger om daar dan in de kroppen neer te reizen. Maar dat heb ik toen in België gedaan. Ja, daar heb ik de meeste boetes gepakt. Want daar heb ik ook een aflevering over gehad. Dat was veel op en neer gereisd naar België. Dus dat. Ja. Maar vooral in eerste instantie georiënteerd op wat ik leuk vond. Want ik had echt geen idee. Als je op die leeftijd moet nadenken van wat wil ik laten worden. Er zijn erbij die daar helemaal uitgetekend hebben. Maar als je VMBO hebt gedaan, dan ben je jong hoor. Als je klaar bent. Ja, daarom. En je moet al een richting kiezen. Ja, precies. Er zijn heel veel mensen die het gewoon net bij jou ook gewoon echt niet weten. Ik wist het ook echt niet. Maar aan de andere kant, wat ik wel altijd kan aanmoedigen, is gewoon wel proberen te volgen wat je interessant of leuk lijkt. Ik heb dus ook een opleiding gedaan die mij totaal niet lag. Ja, daar ga je heel veel energie ergens in steken, wat het uiteindelijk toch niet gaat worden. Kun je beter zeggen, hey, daar kap ik mee. En ga wel iets doen wat ik echt wil. Dus gewoon, ook al is dat moeilijk, want er is echt een lastige positie om die tijd al heel je pad te tekenen. Maar volg gewoon je hart en doe wat je leuk vindt. Dat het belangrijkste is. Nice. Ja, mooi gezegd. Zijn maar heel weinig mensen die echt al weten op hun 18e bijvoorbeeld wat ze willen gaan doen. Ik spreek heel veel mensen vanuit de arbeidsbemiddeling kant natuurlijk, die 28, 29, 30 zijn en dan pas denken van ja, ik moet nu nog een switch gaan maken naar iets wat ik wel leuk vind. Weet jij trouwens dat er heel veel mensen nu switchen naar, bijvoorbeeld, er zijn heel veel zij-instromers. Bijvoorbeeld in de elektrotechniek, maar ook in de zorg. Mm-hmm. Mensen die gewoon inderdaad tussen de 30 en de 40 zijn, die denken, die zitten op kantoor ergens en die denken, ja, wat de fuck zit ik hier te doen? Ik wil iets gaan doen wat echt iets bijdraagt. Mm-hmm. Of echt iets met mijn handen. Dus mensen die gewoon echt meer theoretisch geschoold zijn, die juist praktisch werk willen gaan doen. Dus die zich laten zij instromen als elektromonteur bij Oppenbrouwers bijvoorbeeld. Of als in de zorg, thuiszorg. Echt heel veel mensen. Ja. Ja. Dat is goed nieuws, want daar hebben we heel veel mensen tekort. Maar er zijn aan de andere kant ook weer, ik spreek weer heel veel mensen die, en dan met name een beetje de jeugd, die denken, die vinden de zorg dan heel leuk. Dan hebben ze de studie afgerond en dan komen ze op een gegeven moment echt in een tehuis of bij mensen thuis te werken. En dan vinden ze het in één keer na 2-3 jaar vinden ze het niks meer. En die gaan dan weer de zorg uit. Die kom ik ook heel veel tegen. Ja.
Ja, dus ergens voor gestudeerd hebben en achteraf blijkt dat dat dan toch niet helemaal is voor een langere termijn. Ja, ja, dan toch weer switchen of zo. Ja, ja, dat hoor je ook veel. Maar zou je als 24 jaar elke avond een paar van die verschrompelde pruimen willen wassen? Dat is een roeping. Rico, eigenlijk wel. Ja, dat lijkt me best leuk. Ik denk er eens even over na. Ja, maar ik snap daar aan de ene kant best. Want ik snap wel, want het is echt een functie waar je iets bijdraagt aan de maatschappij. Maar als je 24 bent, ik weet niet. Ik snap ook wel dat je daar best wel snel op uitgekeken kan zijn. Maar om even de topic wel aan te houden. Het gaat eigenlijk vooral over de studententijd aan zich. Ik denk wel dat je daar met de volle teugen van moet genieten. Ja, 100%. Dat is wel nog toch. We hebben inderdaad in die tijd zijn wij begonnen met het wilde idee Buur van Brandweer. Maar we waren ook wel student zijnde, zeg maar. Zeker. Nu is het wel anders, omdat je dan natuurlijk nu een baan hebt. Maar als je daarop terugkijkt, moet je wel alles uithalen wat erin zit. Zou ik niet over willen doen, hoor. Nee, maar daarom is het ook. Je doet het ook waarschijnlijk maar één keer. Hoezo niet? Ik vond het een mooie tijd, maar ik vind het gewoon nu. Ik heb ook nog wel eens dat ik wakker word of dat ik een nachtmerrie heb, weet je wel, dat ik me vergeten ben in te schrijven voor het tentamen. Of dat ik iets niet heb ingeleverd of zo, weet je wel. Je had wel stressmomenten. Dat zei ik allemaal, joh. Op andere niveaus. Alhoewel het wel anders is nu. Maar wat heb jij dan gedaan, Toon? Ik heb eerst MBO gedaan, 3 jaar. Afgemaakt. Toen HBO, Business Innovation. Samen met Joren. Joren, ik heb die MBO, die heeft Rico ook gedaan, maar die heb ik ook met Joren gedaan. Daar ken ik Joren van. En toen zijn we samen ook weer dezelfde HBO-opleiding gaan doen. Ja, want ik moet zeggen, bij jou... Die hebben we heel genoten van die dagen. Wat ik wil zeggen, want jouw studententijd, dat is wel belangrijk geweest. Want jij was wel... Markante periode. Je was de enige bij ons die op kamers ging. Joren en ik zeiden, we gaan 1 tentamenweek doen, de eerste. En als we dan gewoon, als dat goed gaat... Dat was echt een goede motivatie. Dat hadden niet eens onze ouders of zo hadden gezegd. Maar we hadden gewoon zelf gezegd van... Als we dan zien van, dit kunnen wij... Gaan we mee naar huis huren. Nou, toen hadden we allemaal 8, 9, 10 op die eerste tentamen. Dus toen gingen jullie mee samenwonen. De dag erna hadden we al een kit midden in het centrum in de bos. Ja. Antikraak, keigrot. Ja, en toen was het feest. Legendary. En toen zijn we daarna nog naar Tilburg verhuisd. Was beter, want daar kun je 7 dagen per week zuipen. En in Den Bosch kon je er eigenlijk maar 3, 4. Ja? Dus Den Bosch is niet echt een studentenstad. Donderdag was nog goed te doen, weet je. Er stond Steven Brunswijk altijd aan de deur bij het plein. Oh ja. En wij hoefden dan geen entree te betalen, maar er was wel de drank voor de helft van de prijs. Ik kreeg een stempeltje van hem. Dat was echt altijd keimooi. Super van de studententijd, hè? En dat was donderdag kon je daar opstappen. En in Tilburg kun je gewoon 7 dagen in de week. En wij gingen op een gegeven moment met z'n 2 bij de Rabobank werken. Elke dag, 3, 4 dagen per week van 4 tot 11. En dan konden we daarna een mooie opstappen. We gingen alles weer opzuipen. Okay. Ja, ik heb wel een tijd gehad dat ik echt wel gewoon dag of 5, 6 in de week in de gordijnen. Ja, maar dat is ook wel... wij waren er ook vaak te vinden bij jou. Want dan hadden we een optreding gehad bij Philip of zo. Ja, Café dan Philip. Was het wel fijn dat Thomas en Tilburg woonden. Ja. Want Maarten, wij, zoals Joren ook al schetste, wel gretig gebruik van de bank en de mogelijkheden. In de live bar toen die avond was, elke woensdag hadden wij iets van 8 weken achter elkaar of zo. Ja, dan kwamen we allemaal uit school gerold en dan gingen we naar Tilburg. Ja, en dan dan bleef ik in Tilburg slapen. En ik was dat best de volgende... Ochtend had ik dan, vergeet ik nooit college meer, of zo. Had ik college, maar dat was dan altijd in het theater. Mini-theater. Ja. En dan kwam ik, standaard 1/2 uur, 3 kwartier te laat. Dus nog helemaal stinken naar de alcohol. Want ja, wij gingen om een uurtje of 5 naar bed. En ik ging toch weer om een uurtje 8 naar school. Ja. Dat hebben we echt vaak gedaan, hoor. Iedereen werd wakker van Thomas. Daar heeft hij nog overgehouden aan de studententijd. Dat is nog steeds zo. Nee, dat was niet normaal. Dat lucht al lang voor jou. Dat manneke wordt niet wakker. Heel de kiet wakker, behalve Thomas. Ja. Ja. Daar kan ik me nog herinneren aan de... als jij nog te laat komt op je college. Zo knap. Ja, ik moest dan altijd naar Rotterdam toe. Ik kan het zeggen, want jij hebt een ander pad gelopen. In ieder geval al gestudeerd, maar jij bent wat verder weg. Ja, maar ik wist dus wel op vroege leeftijd wat ik wist wel duidelijk wat je wilde. Want mijn oom die was graficus binnen een reclamebureau. Had hij soms wat modellen nodig voor een krantje. Hij maakte daar folders. En dan mocht ik dan met een weekaanbieding staan. Dat was van een Netto Rama, denk ik. Of tenminste, van een supermarktmerk. En toen had ik al een beetje van, wow, dit is een bureauzijde, een reclamebureau. Er werken mensen dus om producten aan te bieden. Dat vond ik super interessant. En dat is wel een beetje mijn omatini, is dat. Dat is wel een beetje mijn ding geweest. Dat ik denk van, nou, dat word ik later ook. En dan wist ik best wel op jonge leeftijd al.
Dus ik ben eerst als graficus afgestudeerd aan het Lucas. En daarna wilde ik wat verdieping in mijn werk. En toen ben ik naar de kunstacademie gegaan in Rotterdam. Ja. En als ik die tijd van Thomas dan was het even... Tenminste, de tijd van Thomas, de tijd van de buur van de brandweer. Hadden we s'avonds een optreden. En s'ochtends moest ik gewoon wel om 9 uur in de collegebank zitten. Ja, dat klopt, ja. Dus dat was een, ook wel een pittige tijd, hoor. Want ik zeg, nee, het was wel een hectische tijd. Zeker met op- en neerreizen naar Rotterdam. Ik kan zeggen, daar zit, qua reistijd had ik natuurlijk ook. Dat is wel nog even een extra kluif op de inhoud van, ja, van de opleiding al natuurlijk. Want dat is ook de reden waarom natuurlijk de meesten op kamers gaan. Omdat ze dan, als ze al verder weg studeren, natuurlijk die reistijd niet... Hoef je op- en neer te rijden. Ja, want ik zocht daar alleen niet om. Ja, ik zocht ze dus ook niet. Maar om op kamers te gaan... Ja, heel de maar dan accepteer je ook wel de reistijd. En daar zit er wel bij dan, elke dag. Hè. Dus, maar wij drie hebben het allemaal niet gedaan. Maar wat gewoon de reden was gewoon... Wandelen ook allemaal in Tilburg. Nee, ik had... voor mij was het... Ik zat in Tilburg. Ja. En... Ik reed om en om samen met iemand uit Dongen. Ja, maar dus die deden we... Daar zat ik bij in de klas. Dus de ene dag kwam hij mij ophalen en andersom. Maar ik moet sowieso moest ik toen de tijd nog 3 keer in de week naar Kaatsheuvel voor het voetbal. Ja, en Kaatsheuvel Tilburg is goed te doen. Ik werkte in Kaatsheuvel in de weekenden achter de bar. Dus ik had ook zoiets, ja... It's a lifestyle, hè? Jullie zagen het bij mij, hè? Ja. Ja. Ik had eigenlijk te veel dingen in Kaatsheuvel om eigenlijk daaruit te vertrekken. Want dan kan ik naar kamers in Tilburg. Maar ja, nou scheelt het me ook een heel hoop centen. Maar dan moest ik elke dag bijna op en neer rijden om weer van Tilburg mijn dingen in Kaatsheuvel te doen. Waar heb je dan? Ja, dat je kunt slapen, ja. En ik was binnen 15 minuten was ik op school met de auto. Dus ja. Ja, ik zit er nou te bedenken. Ja, moet je je voorstellen dat als student zijn, hè, je hebt een bijbaan, je hebt een studie. Je moet dan nog op en neer reizen of whatever. Nou, we hadden ook de buren erbij. We hadden fucking veel te doen eigenlijk. En toch hadden we nog heel veel... Tijd om te drinken. Tijd en energie om te zuipen. Nee, maar ja, je bent jong en je wilt wat. Nee, maar dan kun je prima nog inderdaad een keer op 5 uur thuis komen, 8 uur naar college gaan. Als ik nou, we moesten van de week dan draaien een bier al, was ik ook laat thuis. De volgende dag gaan werken en dan denk ik, godverdomme, dan zoek ik ook niet meer. Maar als je dan nog jong bent. Wel flexibeler. Ja, dan is dat, en banen ook. Jij werkt bij de pomp volgens mij. Dat was ook al, maar snap je dat je best wel een vol programma hebt, maar omdat je dan wel jonger bent, dat je daar wel gewoon vol induikt. In voor een jaar of 4, 5. Dat je als je terugkijkt wat je soms hebt gedaan, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En nu zou je zeggen... Je hebt nog wel eens op de parkeerplaats bij de werft in de auto geslapen. Slapen, omdat we daar de volgende dag vroeg weer moesten beginnen. Ja, dan kwam ik terug van een boek rond 1:00 of 4:00 en ik moest 7:00 beginnen. Dan denk ik, het kost me nu meer tijd om naar huis te gaan. Ja, eigenlijk niet, want ik woon om de hoek. Ja, waarom is dat? Dan heb je in de auto geslapen voor je werk. Ja. Goed verhaal. Dat is een heel grappig verhaal, want toen moesten wij 's ochtends kwamen ze onze eerste oordopjes aanmeten. Ja. Oh, heerlijk. mooie tijd. Luister, hebben we dit verhaal. Dus wij moesten uit Tilburg, we waren straks, hadden we in Utrecht gedraaid. Ja, toen waren we heel even de Tivoli ingeslopen, want dan moest VCJ Ruud draaien. Ja. Finaal naar de kloppen gegaan. Ja, maar echt. Dan moesten ze ons gewoon echt weghalen, want anders dan ging het in de mis. Jij was in de moshpit, raakte jij bestreden. Daar heeft hij oren mij uit moeten trekken. We hebben jou uit moeten redden. Wij lekker naar bed toe en wij moesten dus 's ochtends om 8:00 bij de werf komen. Ja, maar waarom doen we om 8:00? Ja, dat weet ik ook allemaal niet. Ja, dat dachten we toen nog. Vragen moet je niet stellen. Ja, klopt. Wij hadden de wekker. Die hadden we gehoord, Joran en ik. Dus Joran en ik die springen in die tijdloze kleur Corsa van hem. Raam open, het was bloed heen. Ik weet niet, het was zomer. Zijn moeder belt hem en die zegt... wat ben je nou met jou? Ja, we moeten naar Kaatsheuvel, we moeten oortjes aan laten weten. Maar je was vannacht nog... dat is allemaal niet goed gepland. Nee, en op een gegeven moment zit zitten jij te schijten? Ik zeg, nee. Hij zegt, stinkt hij naar stront, jongen? Niet normaal. Dus die kijkt naar zijn schoenen. Die had echt... Nee, dat kwam de weg terug pas. Want hij had hij in het begin nog niet door. Pas toen hij weer terug instapte. Oh, die strontlucht nog in die auto. Die had in een drol van een... ik denk van een dinosaurus gestapt. En die had hij zo... op dat gaspedaal. Heel alles zat onder de stront. In die auto zat alles onder de stront, jongen. Oh. En dan had hij die blower die van onderaan staan. Ja. Die lucht kan... Ja, niet normaal. Je bent dat leuk dan. Alles enkel de stront. Ja, poep en gevaarlijk. Mooie dag. Als poep en gevaarlijk. Ja. Maar we hebben wel oortje laten aan weten toen. Ja. Klopt, ja. Stront in de oren. Goeie studententijd. Ja, hele mooie studententijd.
En Huipie die had dus een bijbaan bij de lokale benzinepomp. En dan stond hij dan, want Huipie die werkte niet veel, maar dan één dag, de hele dag. Dus dat was, we hadden allemaal bijbaantjes, bijvoorbeeld vakken vullen, iedere avond per uur. Huipie die werkte gewoon op één dag 12 uur of zo, toch? Ja, ik deed wel meteen. Waren lange dagen. Lange dagen. Ik had een bijbaantje bij de Spar. Dan moest ik 's ochtends olie pikken in de vriezer. Dus dat was zwaar werk. Ja, en ik moest sparren. Dat was ook een. We hadden vaak shows en dan kwamen we om 3 uur thuis en ik moest gewoon om 6 uur daar beginnen. Dus ja, ja. En dan was het. Je het ook verzonnen, joh? Maar dan wel, ja, omdat ik dan 2 uur klaar was, dan vond ik dan chill. En dan gingen we rechtstreeks naar de benzinepomp en daar was bij Huipie altijd de bakje koffie bij de pomp. We waren altijd allemaal op dezelfde tijd, want dan had Thomas iets te doen en jij was ergens mee klaar. En dan gaan we even een bakje doen bij Huip. Nou, dan bespraken we even de week en dan gingen we weer, s'avonds gingen we lekker drinken en draaien. En Thomas deed altijd kijken, maar wat ik werkte bij zo'n klein shopje. En daar werd niet zoveel verkocht, alleen ja, gewoon tabak vooral. En Thomas die ging dan kijken naar de papierkleur van de snoepjes. Welke een beetje geel waren uitgeslagen door de zon, of dat het zo te lang lag, zeg maar. En dan wist hij precies van Huip. Die moet jij inchecken. Dat die, ja, die kon je dan als overdatum maken. Overdatum, maar uitboeken. Maar toen was ik echt te zoeken naar overdatum producten. Ik hielp jou gewoon. Je hielp mij gewoon. Ja, dat was dat een shop bij jou. Hè. Maar dat is onze studietijd dus. Dus we hebben eigenlijk eigenlijk alles door elkaar in gedaan. Ja. En ik vind het wel grappig van, we hebben allemaal iets verschillends gedaan dus. En ja, dat, absoluut. Maar je ziet wel dat in die wat we toen hebben gestudeerd, dat er best wel terugkomt in onze bedrijfje, was ik zo benieuwd. Ja, zo'n bedrijf. Daar weten mensen natuurlijk ook. We hebben het ook vaak zo gehad. Iedereen heeft zijn eigen takenpakket, om het zo maar te zeggen, binnen Buren van de Brandweer. Maar ik denk dat zeker die studies die wij gevolgd hebben, daar wel aan hebben bijgedragen. Wat we nu ook doen, zeker. We hebben allemaal onze expertise en verantwoordelijkheden en die vallen perfect samen in het bedrijf. Maar dat heeft ook natuurlijk heel erg synchroon gelopen, denk ik, in die tijd dat wij daar zijn begonnen. Mm-hmm. En zijn gegroeid tot wat we nu zijn, zeg maar. Ja, precies. Ook weer een tegeltje, hoor. Tegeltje, weer mooi, Riek. Pot, echt en het belangrijkste moment van de studie is dus je diploma krijgen. Ja, jullie zijn bij mij een diploma. Ja, ja, dat was een grandioos mooi vuifje. Dat vond ik echt wel een heel mooi. Het waren jullie drieën en mijn moeder. Ja, jullie moeder. Ja. We hadden de dan draaien ze pilsjes nog, want die heb ik toen nog opgestuurd. En we hadden toen de Clio. Tijdens opkomst, toch? Was de Clio hadden wij bij. En dat was onze eerste nette auto die wij kochten. Dat is trouwens ook een mooi verhaal, maar vertellen we een andere keer. En in de Clio mocht niet gerookt worden, Huip. Dat was de regel. Ja, dat was een nieuwe auto. De auto's daarvoor, dat waren allemaal van die rachtbakken. Dat maakte geen flikker uit. Er werd stevig in gerookt. Rijdende asbakken. Maar de Clio, vanaf die auto, werd er niet meer gerookt in de auto. Nee. Jullie moeder stapt in, want we gingen naar jouw diploma-uitreiking. En zo'n minuutje of 10 voordat we er waren, steekt ze gewoon een lekker sigaretje op in de auto. En in één keer, wat jij nou toch? Heel de buren van de brandweer waren gewoon in één keer stil, en die keken zo naar jullie moeder. En jullie moeder zo. Maar ik zo. Maar wat doe jij nou? Maak je niet hier ook? Wij maak je niet roken. Dat was helemaal flabbergasted. Ik wil het mooiste winnen. Jeroen heeft het moment van zijn leven, een diploma. Het enige wat wij herinneren is een sigaretmomentje van je moeder. Ja, maar ik herinner me nog wel. Ik kom verder ook niks meer van heel die diploma. Nou, ik vond het echt een dingetje. Weet jij niet meer? Ze hebben jou... Ferry van de Zand. Ja, Ferry van de Zand. Iedere student heeft zeg maar alles een verhaaltje over. En dan vertelden ze, en bij jou hadden ze dan pilsjes, want hadden we toen net uitgebracht. Ja. Dat is ook mooi, een verhaaltje over. En pilsjes laten horen. Klopt, ja. En daarna zijn we lekker bij het zusje wees eten. Zijn we lekker wees gaan eten, inderdaad. Toen jullie moeder naar de wc ging, dat die vrouw zei, mag ik misschien een foto met jullie? Ja. Dat was van. Zonder zat een meid met de moeder een tafeltje verder. En die, ik weet niet. Was het 7 jaar geleden of zo, dit? Ja, dat toen rijden wij net in Terschelling en zo. Ja. Toen kwamen we uit Terschelling met de boot. Terzo. En toen zei ik, ja, dan kunnen jullie net zo goed nou allemaal meegaan naar mijn diploma-uitreiking. Oh ja, is goed. Let's go. Ja. Ja, mooi. Mooie tijd, ja. Diploma-uitreiking. Nee, maar ik had echt wel, toen ik mijn diploma dacht, ik van ja, dit is wel echt wel... Moment is dat. Ja, dat is echt serieus. Een ding. Mama was ook in de Rotterdamse haven, was het toen ook. Lid. En was super gaaf. Ja, ik denk wel van... kan je afsluiten? Het is een afsluiting. En ik vond het een mega besef moment. Dat je dan pas erachter komt van... Oké, je sluit echt een periode af. En je gaat naar je volgende stap in je leven echt. Ja. Want ja, je sluit ook echt je studentenperiode gewoon af. Letterlijk. En dan ga je als goed is werken. Of je ding doen. Waar je al jaren voor bezig bent geweest, zeg maar. En toch was dat op dat moment best wel raar om in te beelden van... Oké, ik ga nou dadelijk echt gewoon... Ja. Ja, dat is heel apart. Klopt, ja. Want dan gaat ook in één keer de geld verdienen. Ben er nog steeds niet aan gewend, hoor, kan ik je vertellen. Nee, dat werken eigenlijk is dat niks. Maar werken is helemaal niks. Maar heel je leven te studeren. Afwerken wel. Nee, maar dat is diploma in onze handen. Maar heb je ooit nog wel eens het gevoel dat je denkt van... Nou, als ik weer een studie mocht doen... Heb je dan zeg maar nu van, ik wil dat graag doen?
In plaats van ja, de, er zijn natuurlijk enorm veel mogelijkheden om buiten je baan om nog bij te spijkeren. Ja. Dat is ook heel populair inderdaad. Ik zou dat zeker doen. Ik zou alleen niet meer zomaar echt een studie pakken of zo. Nou, ik heb laatst, vorig jaar heb ik nog een, dat was een postbachelor, dus dat is niet eens een volledige opleiding. Maar naast mijn baan gedaan, dat valt toch wel tegen, man. Ja, en ik ga dat binnenkort doen. Is best, ik vond het wel tegenvallen, ja, opdrachten maken. Ja, ja, dat vooral. Is veel, dan merk je pas hoeveel je eigenlijk tijdens school... Kijk, nu ben je overdag aan het werk. Ja. Maar je hoeft niet meer s'avonds... Oh, ik moet nog gaan leren voor mijn vak wat voor volgende week. Je hebt je deelt je vrije tijd dan ook anders in. Ja. En als student zijn, dan moet je gewoon aan de bak. Ja. En dan je moet mee bezig zijn. En nu zou ik inderdaad het heel moeilijk kunnen opbrengen... om dan in je vrije tijd nog te gaan studeren... voor iets waar je er dan bij nog moet doen, zeg maar. Ik denk dat heel moeilijk gaan vinden. Ja, ik heb binnenkort personeelsmanagement studie erbij pakken. Lekker, man. Oh, nice. Vanuit je werk? Vanuit mijn werk, inderdaad, ja. Ik weet nog wel die tentamens, dan deed Joran en ik besloten ons wel gewoon 2 weken op. Anderhalve week. Noemen ze dan de trekperiode? Gingen we volle bak klanten trek. Tegenaan. Dan en als dat laatste... wc-papieren ingeslagen. Nou zeg. Nee, de wc-papier is het laatste waar Thomas naar kijkt. Hij pakt gewoon t-shirts. Dat is het laatste waar wij ooit zal overkomen. Dat ik niet zou weten hoe ik mijn reet af moest vegen. Ik had een poepje voor me. Ja, dat vind ik zoiets gek. Als er oorlog uitbreekt, iedereen wil wc-papier kopen. Heb jij niet heel apart. Breng die blues voor jou wel uit. Nee, maar ik denk dat er nu wel... Maar dan gingen we, als het laatste tafel gedaan was, ging ik een volle bak zuipen. Ja, op zijn kantje. Op zijn kantje. Maar jullie konden inderdaad wel... De tentamenperiode was bij jullie echt... Ja, dan gebeurde er niks. Nee, dan was het echt discipline. Ja. En hup, gas erop. En dan inderdaad na de tentamens, dan was het wel gewoon stieren in de wei. Dan wisten wij ook erg goed dat jij dat die tentamens periode erop zat. Ja, we wisten wel wanneer Thomas de tentamens had afgerond. Ja, daarvoor was het... erg knaldrang. Ja, mooi man. Ja, ik denk dat wij wel een kleine inzage hebben gekregen in onze studietijd, toch? Dat denk ik ook. Ze hebben eigenlijk alles niet behandeld van onze studie. Een brave studentjes geweest, jongen. Super. Super. Dan wil ik denk ik ook afsluiten. Of even iemand ik heb nog wel een vraag. Waar hadden jullie de grootste teringhekel aan tijdens je studie? En als het gaat om echt op school, zeg maar. Oh, ik vond eigenlijk alles wel leuk. Moeilijke vraag. Specifiek docent of zo. Ik vond de dames fucked up. Ja, dat vond ik ook een kutperiode. Ja. Dat blokken, jongen. Ja, en dat inschrijven voor die tentamens, want dat is op hoger onderwijs wel altijd. Ja, maar het is altijd een rompslomp. Ik heb bijvoorbeeld 1 keer een issue gehad over, had ik iets verkeerd in een opdracht gezet, plagiaat. Nou, gezeik, jongen. Dat is niet normaal, terecht. Maar ja, daar hoorde het natuurlijk ook allemaal bij. Dat je niet zomaar iets mag copy-pasten. Dus daar had je wel wat plagiaat tegen. Ja, daar had ik een hele grote pragie haat tegen. Ja. Daar kreeg ik gruwelijke tering van. Maar jij zet op scholieren.com even een heel werkstuk copy past. Gewoon Wikipedia. Toen zei ik, toen ben ik naar de balie gelopen. Toen zei ik, hier, ik wil mijn eigen nu uitschrijven. Toen ben ik, dat was toen toevallig, omdat ik al wist dat ik het niet ging halen. En dat was die bedrijfskunde dan. Toen zei ik tegen mijn projectcollega en partner, medestudent. Ik zeg, hier zijn mijn stukken. Ik ga mijn eigen uitschrijven en de ballen. En toen ben ik die dag naar de balie gelopen. En toen heb ik mijn uitgeschreven. Maar niet zonder dan als ma thuis. En wat gaat het nou doen? Want wel een plan maken. Ja. Want als ma die vond het dan prima. Maar wel godverdomme plan bedenken. Niet zomaar zeggen, we zien wel. Dus dat. Ja, 's ochtends vroeg opstaan. Maar jullie, ik vond meer opstaan. Van dat het gewoon... reizen misschien? Nou, vooral dat uitval. Even een leraar die zegt van, ik kom niet. En dan in de middag. En dan moet je wel dat en heel de eind naar Rotterdam toe reizen. Ja, dat is kut. Ja, daar ben ik wel een beetje moe van. En jij benutte je tijd wel heel goed, toch? Want jij ging dan, bleef langer werken en dan pakte je later de trein terug. Ja, ik maak dat er gewoon volle dagen op als je dan 2 uur klaar bent en je dan alsnog gewoon 5 uur naar huis gaat en ja, die tijd daar werkt. Ja, precies. Shit allemaal af. Beter. Ook. Ja, dat is wel mooi, want dat was betreft bij mij opleiding was wel gewoon heel zelfstandig, maar dat is sowieso op het hoger onderwijs wel. Iedereen, ja. Dat je eigen gewoon heel erg, dat je gewoon heel erg op de academie bent en dan gewoon daar je dingen moet vervullen. Ja. Ik heb toen mijn afstudeerscriptie werd ik begeleid door een vrouw van die werkt bij de ABN AMRO blijkbaar. En dat was de eerste keer dat zij een scriptiebegeleiding deed. En mijn scriptie geschreven, toen zei ze, nou, dit moet je zo aanpassen, dit moet je zo verwoorden. En, dus best wel wat tips meegekregen, maar dat was best wel een drastische omslag. Dus ik moest letterlijk heel mijn verslag in één keer in een andere volgorde. Andere, de zinnen moesten net anders onderbouwd worden, bla bla bla. Dus met haar echt gewoon 3-4 uur
daaraan gezeten. Scriptie ingeleverd. Onvoldoende, want het was niet goed. Ze had het liever andersom gezien. Dus en precies zo had je het eerst gemaakt. Zo, precies zo als ik het al had. En daardoor ben ik toen gezakt. En toen heb ik een second opinion aangevraagd. En toen hoefde ik... moest dan nog wel 1 jaar extra naar school. Maar dan mocht ik mijn scriptie meteen zeg maar in de eerste maand opnieuw inleveren. En dan werd hij goedgekeurd. Dus ik heb toen heel de jaar niks gedaan. Ik heb mijn scriptie toen ingeleverd. Heb je ook 1 jaar collegegeld moeten betalen? Ja. Jezus. Zo, dat is eigenlijk wel lijp. Want waar heb je daar dan aan? Want ik heb toen heel... Je hebt er 2 begeleiders. Meestal een... Nee, eentje. Je hebt er nog wel een backup. En ja, die waar je scriptie indient, die hebben niks mee te maken met jouw begeleid, hè? Dus dat is heel... We hadden namelijk twee van elkaar, begeleiders. Die mochten niet van elkaar weten van wat ze van vonden. Dat klopt. Dat moest wel met elkaar overheen komen. Ja, maar degene die uiteindelijk een scriptie checkt, die zijn niet van die twee, toch? Als je hem inlevert... Wel, voor mij waren het 2. Ik heb 2 beoordelingen gekregen. Oh, dat is aan jou. Ja, want dat was... je krijgt er inderdaad 2. En toen had ik die... Dan kun je second opinion... Als hun het helemaal oneens zijn... Ja. En zij had hem dus op haar manier goedgekeurd. En de andere beoordelaar had hem afgekeurd. Van haar had ik een 7 of zo. Mm. En van die andere gast een 1,5. Jezus. Dus dat lag zo ver uit elkaar. Dan moest er nog iemand bij komen om te kijken. Ja. En zij vond dat ik het wel zo goed had gedaan. Maar ja, heel leuk gezeik gehad. Ja, daar zijn geen leuke periodes, kan ik je vertellen. In ieder geval, dus ik was blij dat ik dat papiertje had. Ja, dat we lekker konden gaan uit eten. En lekker roken. En trouwens, excuse, ranking de neighbors is een beetje vervallen. Erin geslipt. Ja. Huip. Ja, dus dat, ja, dus, ja, dat klopt. Ja. Oh ja, daar had ik het nog niet eens over. De huip het nou helemaal vergeten is. Ja. Ja. Jullie wouden het nou eigenlijk goed gaan praten. Van, nou, we hebben het even, we gaan het dus even weer goed aanpakken. We zijn 2 polletjes vergeten. Ja. Dus vanaf nu gaan we weer helemaal goed. Ja. Maar... Ja, nee. Jeroen, het stond niet in mijn velletje. Terwijl het als het niet top of mind is, dan moet het eruit. Ja, dat ik wel. Het moet wel lekker natuurlijk naar binnen glijden. Ja, natuurlijk. zoals bij meer dingen. Nou, we glijden er ook weer uit, want dit kijk naar de tijd. Fijne vakantie. En bedankt voor het luisteren. Gaan jullie nog, hebben jullie nog vakantie? Ik ga dit weekend lekker met de caravan op pad. Oh, waar heen naartoe? Achterhoek. Ik kom godverdomme net vandaan. Ja, het helpt me afbouwen voor zwarte cross. Ja. Lekker, man. Ik heb trouwens een zwart cross-shirtje. Ja, ik zie het. Volgens mij heb je alleen maar zwarte cross-shirtjes. Ja. Het is een mooi shirtje. Ja, klopt inderdaad. Ja. Maar heel je kledingkast vervangen. Ja, alles. Maar ik heb voor een goede vriend van mij ook zwarte cross-merchandise gekocht. Want die wilde die geren. Ja. Nou, ze hebben wel een zeer uitgebreide merchandise-lijn. Ja. Echt vet. Leuk. Okay. Ja, ik moest wel, want ik was de helft van mijn kleren vergeten. Oh, daar heb ik op paaspop wel eens gehad. Daar heb ik heel het weekend in een paaspopshirtje moeten lopen. Ik heb 6 shirts gekocht waarvan hij me van 1 een onderbroekje had gevouwen. Want ja, die had hij ook niet bij. Ja, gewoon al mijn kleren thuis. Dat is minimaal wat je nodig hebt. Trouwens, kan gebeuren. Voor de mensen die nog vragen hebben, rectificaties willen stellen. Mm. Of gewoon de voice memo met om ons een hele fijne dag te wensen. Ook welkom. Als je weet waar het ding van Kees van Hond vandaan komt. Ja, of scheten met galm. Scheet me galm, daar zijn de beste voice memo's. Ja, dat is echt vet, als je dat kan maken. Tommy en zo, die hebben gewoon een groepsapp. Ja. En dan mogen alleen maar... Scheet me galm. Audio's, fragmenten van scheet ingelaten worden. Leuk. Ja, leuk. Dus, maar dan weekend. In ieder geval 0612193262 voor al uw vragen. Juist, dus leef je vooral aan. En ik wens iedereen een fijne vakantie. Ja. En als je toch op je vakantie bent, luister even de vorige podcast terug. Op die bel. Geniet van de bouwfuck. Ja, joh. En mocht je een goede wifi-puntje op de camping hebben, dan is het leuk om even die YouTube-link te kijken. Waar je de podcast gewoon kan zien. Ja, dan hebben we meer views. Ons moeder had op vakantie trouwens. Dat ze al podcast zitten luisteren. Al de MB's in de regen vlogen. Hoppakee. Leuk zit de roomen. Ja. Ik ben wel mooi. We hebben al 4 keer proberen af te sluiten. Dus dat is wel mooi. Ja, geniet van de bouwfuck. Ja, geniet van de bouwfuck. Ajoe. Doei. Ajoe, paraplu. Ja hoor, je hebt het weer een hele aflevering vol kunnen houden. Namens Buren van de Brandweer daarom een vlammende groet en tot de volgende!